Het is maandag 14 oktober 2019 en ik ben op de camperplaats De Wellinghoeve in Goessen. Hier zijn 25 plaatsen. Er staan op dit moment 2. En het is echt achteraf gelegen aan een doodlopende weg, maar het is heel mooi hier. Ik denk dat het in de zomer, als je hier kunt fietsen, prachtig is. Nou, hier loopt een trein langs. Ik denk dat dat Arnhem, Duitsland is, vermoed ik haast. En wat wil ik je nog allemaal laten zien? Het is een boerenhof blijkbaar, of was een boerenhof. Ik loop maar een beetje rond hier. Zo de boelbaan zie je hier. En wat achter die dijk is, dat weet ik niet. Misschien is dat de Nederrijn. Ik ga het straks even op de kaart kijken. En wat hebben we hier allemaal? Kijk wat dit is. Oh ja, ik zie wifi. Op dat hutje zie ik wifi. En ik zie dat je hier af kunt wassen. Ja. Oké. Wat hebben we nog? Daar zie ik ganzen. Oh ja, ja. Kippen lopen er rond en geiten. Leuk. Ziet er mooi uit. Kijk, ze denken dat ze wat te eten krijgen. Als de kippen erbij. Ja. Mooi. Maar ik heb niks voor jullie, want ik heb gezien dat jullie baasje jullie al eten hebben gegeven. Ja. En jullie willen niks hebben. Kijk, daar komt er nog een kip aangerend. Hij geeft even een stootje aan die gans. Hey. Ja, ik heb niks. Nou, we gaan even verder. Naar de sanitair afdeling hier. En hoezo? Oh ja, hier kun je je water kwijt. Dat zie ik al. Daar. En hier kun je vers water tappen. Wat chemisch toilet is, dat weet ik nog niet. Maar ja goed, dat kom ik nog tegen. Dat heb ik dus ook gevonden. Dit is chemisch toilet. Ja. Nou, ga ik toch nog even de sanitairruimte in. Dan de toiletten hier. Ah, er is nog een douche. Groot hier. Even kijken hoe deze douche is, of die kleiner is. Nou, die is ook zo groot. Nou, dat ziet er fantastisch uit. Hoi. Zo'n föhn hangt aan de muur. En wat zijn dit? Nou ja, het zijn de toiletten. En hier. Wanneer het schoongemaakt is. Licht gaat automatisch aan. Ja, nou, daar ga ik niet in. Ik ga er maar vanuit dat het net zo schoon is als het andere. Ja, oké. Okay. En ik zou toch heel graag willen weten wat achter die dijk is. Maar ik weet niet of dit privé is, of je daar naartoe mag. Oh ja, hier is de aanmelding. Daar. Die is nu gesloten. Het is, geloof ik, 18 uur in de avond.
En wat is dit? Dat zou je dus ook in de zomer kunnen gebruiken voor groepen. En ah ja, dat is het terras waar zij mee reclame mee maken. En je hebt hier een, twee paden die je kunt lopen. Dat heb ik net gezien. Ga ik zo meteen nog naartoe. Nou, ik zou me voor kunnen stellen in de zomer dat het hier best wel gezellig is. Kijk, hier kan je nog even een beetje calorieën kwijt, een beetje in weer springen en zo. En kijk eens, hier is een pad. En hier gaat het naar boven. Dan gaan we eerst even kijken wat dat is hierboven. Zo ziet het er van boven uit. Dat is achter de dijk. En hier is een bord naar het binnen- en buitenterras. Ja, het terras is nu gesloten. Ja, het is natuurlijk al in de herfst. En hier zie je nog de camperplaatsen van boven. Nou, ik kan me voorstellen in de zomer. Hartstikke leuk hier. En daar is een swimmingpool. Maar ja, dat is waarschijnlijk voor die mensen hier. Maar niet voor de gasten. En wat, hier moet toch ergens een water achter liggen. Het is in elk geval een dijk. Dat zie je heel duidelijk. Maar waar is nou het water? Ik zie het niet. Misschien achter die andere dijk. Ik kijk straks even op de kaart. Want klompenpaden. 16 kilometer. Nou, dat is te doen, hè? Hier moet je even overheen stappen. Ja, dat is dus de camperplaats. De Wellinghoeve. In Goessen. Tot nu toe hier zie ik is heel veel gezelligheid. En zeker in de zomer. Fietsen kun je hier, wandelen kun je hier. Oh, ik zie nog even een kaart met de wandeltocht erop. Daar loop ik nog even naartoe. Ook 16 kilometer zie ik. Zie je? Ik weet niet of ik morgen de tijd heb om dit te doen. Want eigenlijk moet ik weer naar kantoor. Maar dat zie ik morgen wel. Ja, kijk, daar staat het wandelen over oeverwal en dijken. Door uiterwaarden en over kerkenpaden. Dus dat zijn wat we net even gezien hebben. Dat zijn gewoon uiterwaarden. Oké. Okay. Zo, dat was het dan weer. Ik ga nog even een rondje doen. En als je het leuk vindt, tot de volgende keer. De volgende camperplaats. Dag, dag.